Goedemiddag. Namens het bestuur van de Stichting Loud, let op uw taal, let op uw taal, mag ik vandaag de Groenman Taalprijs uitreiken. En nou heb ik kennelijk de vorige edities van dit congres niet goed opgelet, want ik dacht altijd dat dan nu op dit moment die prijs bekend, of de persoon die die prijs won, bekend zou worden gemaakt met tromgeroffel en dan. En de winnaar is. Nou, dat is dus helemaal niet zo, want het heeft al overal in alle kranten en radio's en televisies heeft het al rondgezongen. Degene die vandaag de prijs krijgt, zult u nu dadelijk hier op dit filmpje zien, namelijk Theo Nijland. We zijn de liefde, de liefde, de liefde, de liefde helemaal vergeten. De liefde die zoveel belovend was, al in een jaar tijd tot op de draad gesleten. Gemakzucht en hebberigheid. Omdat het niet mag, ontken ik elke dag weer wat ik voel voor jou, terwijl ik weet dat ik vroeg of laat. Omdat het niet mag, weer finaal voor de pijl ga, omdat het me aan is gepraat, het tegen de diepste verlangens in gaat. Omdat het niet mag, raak ik iedere keer weer een hogere sfeer, want dan scheer ik jou weer uit de kleren. En dan geef ik mezelf een veeg uit de pan. Omdat het niet kan, omdat je niet vrij bent. Omdat je van die ander, van die ander, van die ander, en ik van mij ben. Omdat er tussen een droom en naam met een in de weg staan en praktische bezwaren. Moet ik het doen met, als ik maar weer bij je terug mag. Je weet toch dat ik van je hou. Ja, ik luister, maar ik weet wat je gaat zeggen. Alle naakte feiten, ik kan ze niet weerleggen. Als ik maar gewoon weer terug bij jou. Als ik maar weer bij je terug mag. Ik smeek het je, kijk naar mij. Ik vouw mijn handen om in één keer voor mijn schuld te boeten. Een kommetje verwijten, smijt ze voor mijn voeten. Daarna ben ik weer helemaal van jou. Alleen nog maar van jou. En dit keer meen ik het oprecht. Als ik de dingen die ik naliet, die ik niet deed, nu eens wel ga doen. En als ik zei dat het me speet en het toch weer deed. Ik was de weg kwijt, het was geen afscheid, echt. Ik ben weer helemaal van jou. De reden dat u dit filmpje ziet, is dat Theo Nijland ziek is. Ja, dat is natuurlijk buitengewoon pijnlijk. Dat wil zeggen, hij is niet ziek meer, maar hij is behoorlijk ziek geweest. Kantje boord ziek, zal ik maar zeggen. Maar hij is nu aardig herstellend. En we hebben dus gevraagd natuurlijk of hij niet even één liedje. Nee. Maar goed, toen was het bedacht. Toen gingen we met z'n allen een Skype-verbinding met Theo zijn huis. En dan zou Frits Pitsen, die hier de taalstaat zit te presenteren, die zou dan Theo interviewen via Skype. En dan zou het beeldje, heel ingewikkeld. Maar goed, het was allemaal prima geregeld. En daar kwam de mededeling. Theo komt toch. En hier is hij, Theo Nijland. Hi. Ja, hier. Alsjeblieft. Ik zal meteen gaan zitten, anders val ik om. Dankjewel. Misschien hadden mensen gehoopt dat je nu met veel verband en in een gips... Ja, veel verband ook. Dat zou misschien wel leuk geweest zijn. Een soort mummie, ja, taalmummie. Ja. Nee, je moet nu gewoon even blijven zitten. Okay. Zou dat kunnen? Ja.
Dan ga ik nu het juryrapport voorlezen. De winnaar van de Groenman Taalprijs 2015. Theo Nijland is een veelzijdig man. Hij is niet alleen chansonnier cabaretier die zijn eigen teksten schrijft en zichzelf op de piano begeleidt, maar ook componist van film- en theatermuziek en schrijver van scenario's. Een man die uit het hele reservoir van het gevoel en de reden put. En dat op een subtiele en uiterst creatieve wijze in onze taal weet uit te beelden. Van melancholie tot zelfspot, van liefde tot leed, van ironie tot absurdisme. Zijn liedjes zijn prachtige voorbeelden van de toegankelijkheid en de schoonheid van de Nederlandse taal. Hij bewijst daarmee telkenmale dat het niet nodig is voor een andere taal te kiezen om gevoelens en meningen kristalhelder over te brengen. Hij is niet zo vaak op het scherm te zien, maar als componist en scenarist achter de schermen een alom gewaardeerd collega. Zo schrijft Wende Snijders bijvoorbeeld: Theo gefeliciteerd en zo wel verdiend. En word maar gauw weer helemaal beter, want we hebben je taal nog zo lang nodig. Collega en acteur Wil van der Meer schrijft: die liedjes van Theo, ooit zei hij tegen mij, een liedje schrijven, ah, daar is niks aan. Je gaat zitten en je schrijft het op. En kom bij Theo ook niet aan met ingeleefd spel waarmee je die liedjes zingt. Een liedje moet je zingen en verder laat je het lekker met rust. Hans Croizet, acteur, regisseur, vindt Theo een muzikale woordkunstenaar en een talige muzikant. Een artiest die verstilling kan toelaten zonder in paniek te raken buiten de tijdgeest te vallen. Cabaretière Mylène d'Anjou zegt: Theo Nijland is voor mij iemand met een goed gedoseerde zuurtegraad. Iemand die op een heerlijke en unieke wijze de mens en zijn tekortkomingen op muzikale wijze weet te fileren. Directeur van de Musical Academie, Frank Sanders, vindt Theo Nijland een meester in het combineren van zijn liedteksten met de juiste sfeer en toon in zijn composities. Het is een feest om naar hem te luisteren als hij zijn eigen repertoire zingt. Met hoogachting, Frank Sanders. Karin Bloemen schrijft: een samenwerking met Theo is er nog niet van gekomen. En dat is jammer, want hij is een groot voorbeeld voor mij. Hij is erudiet en slim, artistiek, integer. Kortom, iemand die ik het beste toewens. En nog veel meer succes gun. Paul de Leeuw: ik zou over Theo willen zeggen dat iemand zo mooi tekst en muziek weet te combineren. Humor met ernst weet te vermengen. En dat niemand ons in zijn liedjes zo vaak zo'n relationele spiegel voorhoudt als hij. Iedere generatie krijgt de bril die het hem toekomt. En in mijn geval is dat Theo Nijland. En tenslotte schrijft Brigitte Kaandorp: soms zit ik vast met een tekst van een liedje. Ik weet niet wat ik wil verwoorden, maar ik zit gevangen in het rijmschema of ik kan het goede woord niet vinden. Ik weet dat ik alles heb geprobeerd en ik ben gefrustreerd omdat ik de toch veelbelovende tekst niet tot een goed einde kan brengen. En dat is het moment om de maestro te raadplegen. In no time trekt hij het lied vlot met een prachtige beeldspraak, een onverwachte wending of een idioot rijmwoord. Theo Nijland is de enige die aan mijn teksten mag komen. Ik beschouw hem, behalve als een heerlijk zanger, een goede pianist, een smaakvolle, fijn ironische uitvoerder van zijn eigen werk. Ik beschouw hem als een groot taalkunstenaar. Ja, ik weet het, dit zijn heel veel veren in zijn reet, maar ze zijn me stuk voor stuk terecht. Was getekend, Brigitte Kaandorp.
De jury sluit zich graag aan bij de vorige sprekers. Wat wil zeggen, de Groenman Taalprijs 2015 is voor cabaretier, chansonnier, pianist, componist en vooral vandaag tekstschrijver Theo Nijland. Moet je naar voren in het blik. Kijk eens, hou vast, zwaar. Twee. Zie je dat? Dank je wel. Zet hem neer, hij is zo zwaar. Ze zeiden dat het een vogel was. Ik heb in het ziekenhuis erg lang de tijd gehad om te bedenken wat voor vogel dat zou kunnen zijn. En inderdaad ligt hij, zoals ik zelf ook nu 3 maanden gelegen heb, op zijn rug. Ik vind het wel heel toepasselijk. Ik vind het een hele mooie vogel. Of ligt hij niet op zijn rug? Of, volgens mij toch wel. Ja, bij mij liggen de vogels zo in de tuin als de kat is langs geweest. Maar ik ben er heel blij mee. Ik vind het wel een heel erg mooi beeldje. Dank je wel, Petra, voor al die te lovende woorden van al die ontzettende vriendelijke mensen. En ik geloof dat ze het menen ook, dus dat is heel prettig voor mij. Ik ben ontzettend dankbaar met deze prijs. Ik ben geen BN'er, zoals je hebt gemerkt. En daarom is het af en toe aardig om zo'n aai te krijgen uit deze hoek nu of uit een andere hoek. En van die aaien moet je het af en toe hebben, zodat mensen weten dat je ook bestaat. En ik ben heel blij dat ik nog besta om deze prijs fysiek in ontvangst te nemen. Dat had ook postuum kunnen gebeuren en dat is gewoon minder leuk eigenlijk, toch? Ja. Ik bedank de stichting Loud en ik bedank, wie zou ik nog eens even bedanken? Misschien mijn moeder wel. Ik heb 3 behoorlijk pittige liedjes tegen of voor haar geschreven. Toen was ik er ook vanaf, dat scheelt weer een psychiater. En, maar ik moet misschien wel bekennen dat mijn interesse voor taal door mijn moeder is aangewakkerd. En dat komt misschien gewoon alleen maar omdat we ten eerste in een heel groot gezin leefden, waarbij je gewoon aan het woord moest zien te komen en daarvoor gearticuleerd moest spreken. Anders luisterde niemand naar je. En het ligt misschien ook aan het feit dat zij 2 keer per dag uit de Bijbel las, uit de Statenvertaling. Gewoon niet een kinderbijbel, maar gewoon de Bijbel. En dat was natuurlijk toen een hele zit steeds. Al moet ik ook weer toegeven dat ze dat wel heel welluidend en mooi deed. En natuurlijk om het geloof onder de kinderen te verspreiden, wat in de tijd van de Vietnamoorlog en zo steeds moeilijker werd. Ze is zelf ook zelfs eigenlijk een beetje op het eind van haar geloof getuimeld. Maar die Bijbel en die toch ontzettende mooie verhalen uit het Oude Testament en die mooie, mysterieuze taal, die ik vaak helemaal als kind niet begreep. En vriendjes bij ons kwamen eten ook niet. Die dachten, wat is dit voor vertoning? Maar mijn moeder deed dat consequent 2 keer per dag. En dan ben je toch stil en luister je naar taal. En de schoonheid van die taal, die Bijbelse taal en al die mooie verhalen, die is me heel erg bijgebleven. En verder dat geschreeuw met al die kinderen, waarbij je zorgde dat je gehoord moest worden. Dat is misschien een combinatie waardoor ik nu hier sta. Dus bedankt aan mijn moeder en aan mijn ontzettende vervelende broers. En aan de Stichting Loud en aan Petra, dank je wel. Heb je hem? We moeten nu voor een fotomomentje. Mij is nu opgedragen dat er een fotomomentje is. Dat is iets fijns. Maar ik zie net... Oh, daar is ze! Nou, ik geef het aan jou. Ik ontvang het. Ja, jij ontvangt het. Nog een keer. Goed zo. Dankjewel. Dan zijn we klaar. Nog een keer. Nu zijn we klaar. Nog een keer.